Hier zijn we met de aarding sessie vandaag. Uw schoenen, dat zijn gevangenissen waar uw voeten in zweten, waar het vochtig en warm is, waar bacteriën zich graag bevinden, waar u schimmels kan creëren. De mens is niet geboren met schoenen aan en beseft niet dat het blootvoeten zijn genezing is. Het fruit is zijn medicijn. Geen pillen, fruit is uw medicijn. Het fruit ontgiftigt uw lichaam. Het reinigt uw lichaam uit met al het water in het fruit. En doe hierbij het aarden 15 minuten per dag, dan gaat u knieproblemen genezen en voorkomen. Dan gaat u beter slapen als voorheen. Uw immuunsysteem gaat versterken, want alles wat naakt is aan het lichaam creëert een sterker immuunsysteem. Als we dus op een naakt strand gaan, dan gaan we een immuunsysteemversterking krijgen als nooit tevoren. Combineer dit alles, naaktheid, blootvoet, fruit eten en ziektes worden onmogelijk. En loop hierbij in de zon. Uw lichaam heeft de hormonale werking van de zon wel nodig. De zon is niet de oorzaak van huidkanker, maar uw zonnecrème is het. Dat is een toxisch, giftige substantie die huidkanker veroorzaakt, niet de zon. Als u meer gehydrateerd bent door het fruit eten, dan gaat u automatisch geen crèmes meer nodig hebben. Dan kan u uren in de zon liggen, gaat niet meer vervallen, geen droge uit meer en u gaat niet meer verbranden. Alle dieren genezen door de natuur. 25 miljoen levende dieren in de natuur hebben geen schoenen, hebben geen kleren, eten een natuurlijk dieet. Wij verbranden, koken als enigste wezen in de natuur, maar we zijn ook het ziekelijkste wezen in de natuur. Dus waarom zouden wij al deze benefits van de natuur niet aannemen, gratis en gratis genezen en geen giftige pillen kopen die later opnieuw voor een ziekte zorgen. De natuur geneest, ons lichaam is zelf genezen. Net als met die andere diersoorten, zij gaan vasten bij een probleem. Als wij vasten, gaat ons lichaam er het beste van maken als we stil liggen gedurende dagen en dagen en voldoende drinken. Want het lichaam is uitgedroogd van jaren gekookte maaltijden die vocht trekken. Dit moet u 15 minuten doen. U kan staan, u kan wandelen, u doet wat u maar wilt. Maar het aarden moet gebeuren dagelijks. Om het ontzuren, het fruit om te ontzuren, want uw gekookte voeding verzuurt u vaak. Kijk maar eens naar Kef Ramon, zijn video op YouTube over medicijnen. Wat medicijnen zijn. Dat hoef je niet. Loren Lokman, mijn baas, hij heeft verschillende zaken genezen met mijn bijzijn.
Hij heeft een giftige slangenbeet gekregen. Hij is gaan vasten, 14 dagen lang. Geen effecten meer van de giftige beet. Gij is gebeten door een badvlieg, een tropische vlieg die een gatje maakt in de huid, eitjes legt en nadien zie je de witte wormen kruipen onder je huid. En hij heeft gevast 10 dagen. De zwelling die dit probleem veroorzaakt, heeft hij afgebonden met tape en zwelling weg. Probleem opgelost. Een biotuinier uit Zottegem met land in Costa Rica viel uit de boom. De 60-jarige man had zijn knieën beschadigd. 14 dagen vasten, terug aan het werk. Dus wij zijn niet beter dan de natuur. De natuur en natuurlijk voedsel. Een gekookte worst, dat is geen voedsel. Een hamburger, dat is geen voedsel. Dat brengt ziekte later. Droogt u uit, vormt slijmen. Dus uw voedsel is wat Jezus ons leerde. Uw voedsel is het fruit. Dat is uw medicijn. Niks anders.